Welkom bij dit derde webinar onder de vlag van Ferments Academy. Dat is een beetje het onderwijs gedeelte binnen Fermentis, waarbij we proberen om nou, alles wat wij onderzoeken en ontdekken zo goed mogelijk te delen met jullie. Vooral van start gaan voor alle nieuwelingen, want vandaag zijn we met meer dan 200 inschrijvingen. Dat is wel een record, denk ik. Toch even korte richtlijnen, dus de presentatie zal ongeveer 3 kwartier duren. En er is altijd tijd voor vragen, liefst achteraf. Heb je een dringende vraag, dan kun je die stellen via de chat. En dan zal Willem bekijken of die mij wil storen tijdens het verhaal, of dat de vraag tot het einde bewaard kan worden. Hij kan je ook toegang geven met geluid en of camera als je dat wil, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Dus ik ben Gino, ik zal me kort voorstellen. Ik werk sinds 3 jaar voor Fermentis. Ik heb een achtergrond in scheikunde, bioproceskunde en weet best veel van celmetabolisme. En daar ga ik vandaag wat van laten zien. Willem, wil jij nog kort iets zeggen? Ik werk 6 jaar bij Castle Malting en ik sta Gino bij in de verkoop van de gist in Nederland en in Vlaanderen. En ik weet helemaal niets van gist, maar voor de rest doe ik mijn best om alles te volgen. Kijk. Nou, dan moet je goed luisteren, Willem. Ja, zeker. Ja. Dus vandaag is het de derde en ik ga het vandaag hebben over de invloed van fermentatiecondities op het smaakprofiel van bier. Voor ik dat doe, even kort, toch even van waar wij zijn. Dus Fermentis, het hoofdkantoor is in Lille. En Fermentis is eigenlijk onderdeel van een grotere groep, Le Safre. Le Safre is nog altijd een familiebedrijf, gespecialiseerd in fermentatie. En met voornamelijk producten gerelateerd aan gist. Dus heel veel soorten gist, niet alleen voor bier, maar ook voor wijn, cider, gedestilleerd. Voor de bakkerij natuurlijk, en daar heb je ook weer onderverdeling in. Dus je hebt specifieke gisten voor pizzadeeg, voor zuurdeeg, voor normaal brood, et cetera. Lille is een mooie stad, dus als je ooit in de gelegenheid bent, kom gerust eens langs. Ze hebben veel mooie speciaalbieren, vanzelfsprekend alle Belgische klassiekers. Maar ook veel nieuwe bieren uit Frankrijk. Frankrijk is ook sterk aan het groeien in de craft en ze maken alsmaar beter bier. Het is nog steeds niet op het niveau van Nederland of België, moet ik zeggen. Maar ze zijn hard bezig om ook echt mooie bieren te maken. Onze fabriek staat in Gent. Dat is ongeveer 3 kwartier rijden van Lille. En ik heb in het eerste webinar eigenlijk alles al laten zien van deze fabriek, dus dat ga ik nu overslaan. Fermentis, zoals gezegd, die werkt aan eigenlijk alle dranken waar alcohol in zit. Dus bier, wijn, cider, gedestilleerd, eigenlijk alle drinkbare alcohol. En nieuwe drankjes zoals hard seltzer, et cetera. En daar gebruiken we een aantal producten voor, gist, bacteriën en ook gistderivaten. Vandaag ga ik het natuurlijk hebben over gist. En in latere webinars kom ik ook nog terug op bacteriën en gistderivaten. Nou, wat is gist? Gist is een seksueel organisme, heb ik vorige week al iets van laten zien. Het is vrij klein, het behoort tot de schimmels. En er zijn wereldwijd ongeveer 200.000 verschillende soorten. Dat is een schatting. Kunnen er iets meer zijn, iets minder. Industriële stammen zijn een stuk minder, een paar honderd, een paar duizend. Dus dat zijn eigenlijk de stammen die beschikbaar zijn voor jullie. Eigenlijk zijn het, als je kijkt naar gisten voor bier, dan heb je stammen nog later laten zien. Nou, binnen de brouwerij heb je 2 specifieke klassieke brouwersgisten, de Saccharomyces pastorianus, dat is de lagergist. Die houdt van koude temperatuur en door de lage fermentatietemperatuur zijn die vergistingen ook relatief langzaam. Dan heb je de Saccharomyces cerevisiae, dus de bovengist.
Die houden van wat warmere temperaturen en daardoor zijn die fermentaties ook sneller. En ik laat dus nu twee gisten zien, de W3470 en de BE256. En daar ga ik vandaag dus dieper op in, op deze twee gisten. Nou, zoals ik vorige week heb laten zien, zijn naast de bovengisten de ondergisten best speciaal, want de ondergist is een hybride. Een aantal voorbeelden van andere hybrides uit de natuur zijn bijvoorbeeld pepermunt, de liger en de wolfin. Die komen niet heel veel voor, maar net als pepermunt is een hybride die ooit is ontstaan in de natuur. En die is veel sterker dan de twee ouders, watermint en spearmint. Dus die, ja, zoals je ziet, is het een interessant fenomeen, het maken van hybrides. En dit is ook iets wat ook binnen fermenters gebeurt. Er worden veel nieuwe hybrides gemaakt. We hebben dit jaar zelfs twee nieuwe op de markt gebracht voor wijn. En het voordeel is van hybrides dat je dus de positieve kanten van beide gisten eigenlijk kunt combineren in één nieuwe gist. En dit is een natuurlijk proces. Net als het kweken van tomaten. Dat gebeurt ook met kruisen. Of het kweken van vleeskoeien, dat soort dingen. Maar dit is dan natuurlijk op microniveau, maar het komt op hetzelfde neer. Het is gewoon natuurlijk kruisen. Dus niet GMO. Nou, binnen fermenters hebben we op dit moment 15 gisten in portfolio. 3 lage gisten en de rest zijn bovengisten. Een aantal specifieke. F2 is ooit ontwikkeld voor vergisting op fles. Met alle positieve kanten die daarbij horen. Dus weinig smaakontwikkeling in de fles. En deze gist zakt naar beneden, die plakt goed aan de bodem. We hebben een vrij nieuwe range, de Saf Brew range. Dat zijn eigenlijk alle gisten die niet echt passen in onze normale Saf Ale range. Dus een gist voor laag alcohol, waar een later webinar aan besteed zal worden. HA18 is een gist voor extreem hoog alcohol, dus voor barley wines. En DA16, en daar kom ik denk ik over 2 weken op terug. Dat is een gist die specifiek ontwikkeld is voor het maken van Brut IPA. Daarnaast hebben we een paar andere producten, bacteriën. Saf Sour, daar kom ik denk in het voorlaatste webinar op terug. En Spring Blanche, dat is een gistextract. Eigenlijk een gist eiwitextract wat gebruikt kan worden om troebelheid in bier te creëren en ook te behouden. Daar kom ik dus in latere webinars op terug. Nou, wat hebben alle gisten gemeen? Deze reactie eigenlijk, dus de omzetting van glucose in ethanol. En zoals ik vorige week heb beloofd, zou ik daar ietsje dieper op ingaan. Dus ik heb een nieuwe slide gemaakt. Het is een beetje moeilijk te zien, maar hier op de achtergrond zie je eigenlijk ook een versimpelde weergave, maar al enigszins meer compleet dan het vorige plaatje van de reacties die plaatsvinden in de cel. Dat zijn er heel veel, duizenden reacties tegelijkertijd. En om de omzetting van glucose naar ethanol te laten zien, dus glucose zit dus bijvoorbeeld hier in dit plaatje, wordt omgezet naar fructose 1,6-fosfaat en dan naar glyceraldehyde 3-fosfaat en dihydroxyacetone. Dat is dit stukje in het plaatje. En dan vervolgens is er een afsplitsing richting de productie van ethanol. Dat zie je hier in vereenvoudigde vorm. En er wordt ook wat glycerol gemaakt. Dat is deze cyclus van reacties. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere stoffen. Ik heb bijvoorbeeld vorige week genoemd zuren. Nou, bijvoorbeeld succinaat, die zit in de citroenzuurcyclus. Die loopt hier. Maar er worden ook aminozuren gemaakt, zoals bijvoorbeeld glutamaat. En er zitten hier nog een hele hoop threonine, arginine, noem maar op. Dus om maar aan te geven dat dit een heel complex plaatje is. En het is eigenlijk onmogelijk om exact te laten zien in zo'n kort webinar hoe het precies werkt. Vandaar ook dat we eigenlijk altijd werken met van die vereenvoudigde plaatjes. Belangrijk te melden is bij de productie van ethanol, is dat gist eigenlijk wordt gedwongen om dat te maken als er geen zuurstof is, omdat de NAD die nodig is, zeg maar, om de glucose om te zetten richting pyruvaat, gerecycled moet worden. Dus, en dat gebeurt eigenlijk door deze reactie.
Dus in de laatste reactie, waarbij acetaldehyde wordt omgezet in ethanol, komt de NAD weer vrij die nodig is om de eerdere reactie eigenlijk te fuelen, te vullen. Daardoor ontstaat er een soort evenwicht. Dus hoe meer ethanol of in de richting naar ethanolproductie, wordt er dus altijd de NAD gerecycled om een eerdere reactie aan te vullen. Vanzelfsprekend gebeurt dat niet helemaal één op één, hè, want het is een biologisch systeem waarbij heel veel enzymen betrokken zijn en elk enzym heeft zijn eigen activiteit, zijn eigen optimale condities. Dus soms zijn sommige reacties wat langzamer dan andere reacties. En daardoor ontstaan bijvoorbeeld zuren. Als je in dit grote overzicht kijkt bijvoorbeeld naar de citroenzuurcyclus, waar eigenlijk alle organische zuren, de voornaamste organische zuren in zitten. En één van die reacties is te langzaam, dan kan het zijn, dus stel dat deze reactie langzamer is, dan kan het zijn dat succinaat, gevormd wordt, de cel uitgetransporteerd wordt, om de boel wel draaiende te houden. En zo zie je dus eigenlijk dat tijdens de fermentatie wordt er succinaat geproduceerd. Misschien in het begin, maar op het einde kan het ook weer worden opgenomen. Om opnieuw die cyclus te laten draaien op een optimale snelheid, Dus het is een vrij complex systeem. Maar ik hoop dat jullie het toch een klein beetje, dat dit een klein beetje verduidelijking geeft. Een referentie, als je dat eens goed wil bekijken, staat hier gegeven. Dus Biochemical Pathways, dat is eigenlijk een verzameling van alle biochemische routes die bekend zijn. En ook hier is het natuurlijk altijd gedateerd. Dus niet alles staat erin, maar wel een hele hoop. En ook een hele goede database is yeast.biosig.org. Waar je eigenlijk ook kunt zoeken van welke reacties zijn er mogelijk. Hoe wordt isoamylacetaat gemaakt? Waar komt dat vandaan? Et cetera. Nou, even terug naar een versimpelde vorm. Bij het brouwen van bier starten we met mout, over het algemeen dan toch. En doen we het inmaisje. Dat doen we bij verschillende temperaturen om suikers te maken, vergistbare suikers. De algemene samenstelling die je bereikt staat hier. Dus dit is bij een traditioneel diagram. Dus 10 tot 50% glucose, 50 tot 60% maltose, 10 tot 20% maltotriose en 5 tot 20% dextrines. Vanzelfsprekend. En zo is er bijvoorbeeld een hele bijzondere is bijvoorbeeld de maltase inmais techniek, waarbij je eerst naar hogere temperatuur gaat en dan weer naar lagere temperatuur. En normaal maak je stapjes naar boven, maar je hebt er dus ook die eerst naar boven gaan en dan naar beneden. In deze procedure kun je bijvoorbeeld veel meer glucose maken dan die 15%. Dat kun je wel verdubbelen als je dat goed toepast. Maar goed, er is heel veel literatuur over beschikbaar, dus dat moet je maar eens opzoeken. Die vergistbare suikers die worden gefermenteerd en dus omgezet in deze componenten. De twee voornaamste zijn ethanol en CO2. Ook qua massa, de meeste massa wordt omgezet dus de meeste suiker eigenlijk wordt omgezet in ethanol en CO2. Er ontstaat ook een beetje glycerol. En als je teruggaat naar deze reactie, dan zie je ook waarom. Want ook in de productie van glycerol komt deze stof vrij, NAD. En die kan dus ook gerecycled worden om reacties eigenlijk te voorzien van, dit noemen ze reductie-equivalenten, om die daarvan te voorzien. Daarnaast een aantal zuren, zoals ik al zei, dus het metabolisme is niet altijd helemaal in balans. En daardoor kunnen er zuren ontstaan, azijnzuur, citroenzuur, succinaat, dat zijn wel de voornaamste. Maar ook andere, meer apartere zuren is mogelijk. Een deel gaat er naar biomassa. En wat wij allemaal heel leuk vinden, is dat er ook heel veel aroma's worden gemaakt. En alles wat niet vergist kan worden, dat zijn er nog zogenaamde restsuikers, dus dextrines, soms ook maltotriose. Die blijven achter in het bier. Is er een meneer Ballings. Dat is een man uit Praag, een professor uit Praag, die heel lang geleden, ik dacht 1800...
ja, iets van 1840 of zo, met deze reactie eigenlijk op de proppen kwam. Die heeft dus uitgezocht van hoeveel kilo suiker wordt er omgezet in hoeveel ethanol en hoeveel CO2. En dat is ongeveer deze verhouding. Inmiddels is er al wat recentere literatuur, maar globaal komt het nog steeds wel neer, of het ligt het heel dicht bij deze waarde. Dus van alle suiker die erin stopt, wordt ongeveer 5% omgezet in biomassa, in gist. En de rest dus voornamelijk in ethanol en CO2. Waarom staan die anderen er niet in? Omdat je het hier hebt over grammen. En bij aroma's heb je het over ppm's, dus milligrammen per liter. Of ppb zelfs, microgrammen per liter. Dus dat is zo weinig dat het in zo'n massabalans, zeg maar, eigenlijk niet meegenomen moet worden. Dat kun je verwaarlozen, zeg maar. Maar het is er wel. Nou, als we kijken naar een iets versimpelde vorm van het aromametabolisme, want dat is waar we vandaag meer naar gaan kijken, is dit een plaatje. Ik heb het vorige week al even laten zien. We starten met suiker. Die suiker wordt omgezet in pyruvaat, zoals ik al eerder liet zien. En dan in acetaldehyde om ethanol te maken, wat dus de celheid gaat. Dus dit is eigenlijk de voornaamste route. Daarbij komt CO2 vrij. Dus dit is eigenlijk de voornaamste route uit het alcoholisch metabolisme. Er worden dus ook andere stoffen gemaakt. Acetaldehyde is mogelijk. Diacetyl kan er gemaakt worden. Dat kan ook weer opgenomen worden en omgezet in andere stoffen. En vanzelfsprekend smaakjes. Met name esters en hogere alcoholen. Sommige smaken zijn ongewenst of over het algemeen ongewenst. Dat zijn de zwavelige componenten. SO2 sulfiet is er zo een. H2S. Soms is sulfiet wel gewenst, want sulfiet is ook een sterke antioxidant. Dus op het moment dat er sulfiet zit op het eind van je proces in het bier, je hebt geen gist meer over, dan zal die sulfiet ook helpen bij het beschermen van het bier, omdat die natuurlijk een sterke antioxidant is. Dus die beschermt eigenlijk tegen zuurstof. Dan heb je ook H2S. H2S is iets wat de meeste mensen absoluut niet waarderen in bier. Ik in ieder geval niet. Dat is een beetje de geur van rotte eieren. Het is een hele sterke geur. En op het moment dat dat ook in je bier zit, is het ook vrij moeilijk te verwijderen. Je moet heel veel geduld hebben. En het is eigenlijk is voorkomen beter dan genezen in dit geval. Dan heb je heel veel hogere alcoholen en acetaatesters en vetzuuresters. En die acetaatesters zijn eigenlijk de voornaamste die echt de fruitige smaak of bloemige smaak in het bier brengen. Er zijn twee belangrijke, isoamylacetaat en ethylacetaat. Waarom zijn die belangrijk? Omdat die eigenlijk aanwezig zijn in alle bieren. Maar in verschillende concentraties, en dat ga ik vandaag laten zien. Nog één specifieke te benoemen, 4-VG of 4-vinylguaiacol. Dat is een stofje dat alleen gemaakt wordt door zogenaamde POF-positieve gisten. En een POF-positieve gist is dus in staat om die fenolische precursors eigenlijk om te zetten in dit soort stofjes. Dus je hebt meer van dit soort guaiacolen. En die smaken een beetje kruidig, een beetje kruidnagelig. En die zijn soms enorm gewenst in bieren. Als je denkt aan traditioneel Belgisch blond bier bijvoorbeeld, ja, dan hoort er wel een vleugje 4-VG in te zitten. Want in balans met bijvoorbeeld een banaan, met isoamylacetaat, fruitigheid, kun je zo een prachtig heerlijk blond bier maken. Nou, om een beetje inzage te krijgen en inzicht te krijgen in oké, als je een nieuw bier gaat maken, welke gist moet ik kiezen om mee te starten, hebben we eigenlijk een aantal standaardcondities onderzocht. Waarbij we zijn uitgegaan van een 15 plato wort, 25 IBU bitterheid. En dat hebben we gedaan met iso-alpha-extract. Alle bieren zijn gemaakt op basis van 50 gram per hectoliter pitching. En opgekweekt bij, dus fermentatie is gedaan bij 23 graden. Gewoon onder atmosferische druk. En al de bieren die daarvan gemaakt zijn, die zijn dan geproefd.
En daaruit is dit simpele plaatje gekomen. Dus drie assen, neutraal, kruidig en fruitig. En op basis van het sensorisch profiel, wat er eigenlijk is uitgekomen, hebben we die gisteren dan gepositioneerd langs deze drie assen. Dus bijvoorbeeld US05 wordt veel gebruikt voor IPA. Dat is een vrij neutrale gist in vergelijking met de rest. En die is dus heel geschikt voor IPA, omdat je bij een IPA graag de hop-aroma's naar voren wil brengen. En niet zozeer de gistaroma's. Nou, dat is natuurlijk bij andere bieren is dat weer anders. Dus bijvoorbeeld als je een triple maakt met BE256 of S33, dan is juist, dat zijn zogenaamde gistgedragen bieren, dan is het smaakprofiel van de gist is dominant of hoort dominant te zijn in het bier. We hebben een vraag van Danny, waar is F2? Ja, F2 die staat hier niet in. En de reden is dat F2 alleen gebruikt wordt voor hergisting op fles. En F2... Het specifieke daarin is, die maakt heel weinig of nagenoeg te verwaarlozen aroma's. En daarom is die ook heel geschikt voor hergisting op fles. Omdat als je je bier hebt gemaakt en je proeft rechtstreeks uit je fermenter, er is niks beter dan dat. En je gaat dan op de fles en dan wil je eigenlijk het smaakprofiel wat je hebt geproefd en wat je lekker vindt, wil je eigenlijk ook in die fles overbrengen zonder dat er een toevoeging komt van allerlei andere smaken. En daarom is die F2 ooit geselecteerd, want die is voornamelijk goed in het produceren van CO2 en weinig smaak is dus, die is heel goed om druk op de fles te brengen, maar niet zozeer om meer aroma's in het bier te brengen. Vandaar dat die hier in dit overzicht niet is meegenomen. Even kort benoemen, al dit soort dingen staan in onze tips en tricks, die kun je downloaden gratis, dat is een boekje waar heel veel informatie in staat ook echt aan te raden om daar eens in te kijken. Maar goed, zoals gezegd ging ik wat meer praten over wat er nou gebeurt als we de condities veranderen, en want dit is dus de standaardcondities in ons geval, dat is ooit zo gekozen. Dus de vraag is, wat gebeurt er als we die condities veranderen, deze condities, wat gebeurt er dan met de positionering van die verschillende gisten? Dus de eerste waar ik naar ga kijken is de BE256. Dat is een typische abdijgist die heel geschikt is voor het maken van wat sterkere bieren, triples. Mario vraagt of dat boekje ook in het Spaans is. Ja, dat boekje is volgens mij ook in het Spaans. En in het Duits, in het Frans, in Russisch, Chinees, et cetera. Dirk vraagt, wordt deze presentatie gedeeld na het webinar? Dat is erg interessant. De presentatie blijft beschikbaar tot ergens half januari. Online, dus iedereen die geregistreerd heeft, die kan deze presentatie terugkijken. Er komt geen PDF van geen enkele presentatie beschikbaar. En de reden is dat wij constant eigenlijk onderzoek doen. En dus ook constant nieuwe inzichten krijgen. En ons management wil niet dat er oude presentaties gaan circuleren op het internet. Dus vandaar dat we daar voorzichtig mee zijn. Als je meer wil weten of specifieke vragen hebt, dan kun je die altijd gewoon mailen. En dan delen we al die informatie. Maar we laten het liefst niet alles circuleren. Want op het moment dat er nieuwe inzichten zijn, en je bent aan het googlen en je vindt dan iets wat gedateerd is, dan neem je mogelijk verkeerde besluiten in je brouwerij. En dat willen wij niet. Dus terug naar BE256, zoals gezegd, geschikt voor het maken van wat sterkere bieren, blondes, triples, quadruples, ze zien er typisch zo uit. Je kan het beste in de verschillende stijlbeschrijvingen zoeken waar zo'n specifiek bier aan hoort te voldoen. Je kan het ook gebruiken voor andere types, porters, stouts, barley wines. Binnen fermenters is er een
een filosofie dat één gist voor meerdere stijlen gebruikt kan worden, als je de juiste condities kiest natuurlijk. Want niet alleen de gist bepaalt uiteindelijk het profiel van het bier, maar natuurlijk ook je beslag en ook de hop. En in dit geval hebben we natuurlijk bewust gekozen om die 256 te laten zien, omdat dit een gistgedragen bier is. Dus bij deze bierstijl, bij triples bijvoorbeeld, is het belangrijk, of is de belangrijkste smaakcomponent die wordt geleverd door de gist. Dus de vraag is, als je kijkt naar terug naar dat plaatje, BE256, die ligt op de fruitige as in het overzicht. En de vraag dus is, of die wij hadden is, kunnen we eigenlijk dat profiel, dat fruitige profiel, beïnvloeden door de fermentatieparameters te wijzigen. En we hebben gekeken naar de dichtheid, de temperatuur, en de doseerhoeveelheid, en dan in dit geval bij voor stam 2 BE256. Dus we hebben verschillende condities gedaan, die staan hier samengevat. Dus we hebben bier gemaakt bij 12 plato, 16 plato, 20 plato, bij 12 graden, 16 graden, 20 graden en 24 graden fermentatietemperatuur, en bij 25, 50, 100 en 200 gram per hectoliter pitching. Alles gebaseerd op pilsmout, 28 IBU bittering, dus opnieuw met alfa-extract, zodat er geen bijdrage is van hoparoma's. En we hebben alles gedaan met direct pitching. En zoals jullie vorige week hebben gezien, heeft dat geen invloed op de smaak, of je nou direct pitch of hydrateert. En we hebben dan de volgende dingen bekeken. We hebben gekeken naar de fermentatie, de kinetiek. We hebben gekeken naar de vluchtige componenten, dus dat zijn dan de hogere alcoholen en de esters, dus die eigenlijk de smaak bepalen van het bier. En we hebben sensorische analyse gedaan, dus dit is analytisch, dus we hebben het in HPLC's gestopt en GC's om dingen te meten. Maar wij zelf vinden de sensorische analyse eigenlijk het allerbelangrijkste, omdat er geen enkele machine zo nauwkeurig kan meten als de mens. En in ons panel zitten 40, in dit geval voor deze experimenten, maar dat 40 personen, en alles is in drievoud gedaan. Dus je krijgt daar een bij van wat er nou precies is uitgekomen. Dus iets meer over de condities. Als je kijkt naar alle mogelijke combinaties, uit deze, dan zijn er in totaal 36 combinaties mogelijk. Nou, als je dat in drievoud wil doen en allemaal bier van wil maken, is dat heel veel werk. Dus we hebben dat niet gedaan. We hebben een zogenaamd optimal experimental design gedaan. Dus dat is eigenlijk het reduceren van het aantal experimenten, maar op een statistisch verantwoorde manier, waardoor je toch een statistisch betrouwbare data kunt genereren. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op deze 14 condities die getest zijn. Dus om een voorbeeld te geven, conditie 1, die is begonnen met 16 platen wort, die is gefermenteerd bij 12 graden en gepitcht met 50 gram per hectoliter gist. Conditie 2 was bij 20 platen, 24 graden Celsius en 50 gram, et cetera. Dus dit zijn alle verschillende condities die we getest hebben. Op 50 liter schaal, dus dat is al een redelijk mooie schaal om ook richting de grotere schaal conclusies te kunnen trekken. Dus laten we eerst kijken naar de fermentatiekinetiek. Dit is eigenlijk het overzicht van alle condities in de verschillende kleuren. Je ziet eigenlijk in één oogopslag dat er een aantal heel snel zijn. En die zijn binnen 5 dagen klaar, dat zijn deze condities. En een aantal langzame jongens, conditie 1, 11 en 13. Als we kijken naar bijvoorbeeld conditie 1, die is bij hele lage temperatuur. En BE256 is een bovengist. Dus die houdt niet zo van lage temperatuur. Bovendien is de pitching aan de lage kant, 50 gram per hectoliter. Conditie 13, ook vrij laag. Of vrij langzaam, moet ik zeggen. Die was bij 20 plato, 16 graden en 25 gram per hectoliter pitching. Dus hier zie je het effect als je wat lager doseert. Dan duurt het ook langer.
En dan nog conditie 11 is eigenlijk de worst case. 12 Plato, 12 graden en 25 gram per hectoliter pitching. En dus die is ook natuurlijk een stuk langzamer. Op zich maakt dat niet uit als je tijd hebt. Dan, of de fermentatie wat langer of korter duurt. Maar het is maar om aan te geven wat we hebben gevonden. Dus om iets meer duidelijkheid te krijgen in de rest heb ik het opgesplitst. Dus laten we eerst kijken naar de resultaten bij 12 Plato. Dat zijn deze vier condities. Dus conditie 4 was 12 Plato, 20 graden en 50 gram per hectoliter pitch. Conditie 9, 20 graden en 100 gram per hectoliter pitch. En dan hebben we conditie 11, 12 graden en 25 gram per hectoliter pitch. En conditie 12 opnieuw is 16 graden en 50 gram per hectoliter pitch. En dan zie je dus dat er vier relatief snelle zijn. Die zijn dus binnen 5 dagen klaar. En 1 langzame, die heb ik net al aangegeven. En als je dan kijkt naar het suikerprofiel, wat je meet in het bier, dan zie je dat bij lagere temperatuur, dus in dit geval die conditie 11, dat de maltotriose hoeveelheid iets hoger is in vergelijking met de rest. En de rest van het profiel is redelijk vergelijkbaar, maar dit is iets wat we zagen van, oh, dit is ietsje hoger. Dus het is iets, het bier is iets zoeter, zou je kunnen zeggen. Dan bij 16 Plato, opnieuw 4 condities die vrij snel waren en 1 hele langzame. Die hele langzame is de eerste conditie, waarbij we gefermenteerd hebben bij 12 graden, dus relatief lage temperatuur voor deze gist. En daar zie je opnieuw dat de hoeveelheid maltotriose, dat is dit balkje, vele malen hoger is dan in de rest van de condities. Dus dit bevestigt eigenlijk dat bij lage temperatuur je wat hoger eindigt in eindvergistingsgraad. En in dit geval komt dat dus eigenlijk neer op meer maltotriose in het bier. Terwijl dit eigenlijk een suiker is die wel vergist kan worden. Maar dat gaat niet zo goed bij die lage temperatuur. Dus je maakt bij deze temperatuur wat zoeter bier. Dan 20 Plato, dus als je denkt aan triples, dan ga je al snel naar deze dichtheden. Nu hebben we 3 wat langzamere, wat snellere condities en 2 langzamere. Dus dit is allemaal bij 20 Plato, die staan weer hier in dit grafiekje. En daar zie je opnieuw dat ook in het geval bijvoorbeeld van conditie 13, het staat hier, is bij 16 graden, dus dat is ook relatief lage temperatuur en lage pitching, 25, dat er veel maltotriose achterblijft in het bier. Maar als je meer pitcht, dus als je meer pitcht, dus in dit geval conditie 14 naar 100 gram, dan zie je dat weer afneemt. Dus je kan eigenlijk door wat meer te pitchen, kun je het bier toch wat minder zoet maken. De vraag is of dat ideaal is voor de rest van de condities, maar dit is alleen maar even kijken naar de body eigenlijk van het bier, dus eigenlijk de restsuikers. Overige suiker zit opnieuw niet heel veel verschil in. Conditie 3 en 2 zie je relatief ook wat hogere maltotriose concentraties. Die andere die zijn vrij laag en ik ga ook later laten zien dat ook weinig invloed dan heeft op de smaak. In geval van de aroma's ga ik dat laten zien, maar dat komt er zo meteen aan. Dus in conclusie, de fermentatietijd in relatie tot de temperatuur neemt af. Dus bij hogere temperaturen gaat de fermentatie sneller. Dat is eigenlijk logisch. En bij hogere temperaturen gaan eigenlijk alle reacties sneller. Dus ook de biochemische, over het algemeen dan toch. Dus er is een omgekeerd evenredige correlatie. Hij is niet helemaal evenredig, zoals je ziet. Als je die correlaties statistisch bekijkt, dan kun je daar een zogenaamde Pearson-matrix van maken. En die Pearson-matrix die staat hier. Hier staan de variabelen, dus dichtheid, temperatuur, pitching en fermentatietijd. En die staan hier ook. En als je dan kijkt naar de correlatie bijvoorbeeld tussen temperatuur
en fermentatietijd, dan vind je hier een getal, min 0,78. Dat getal ligt dicht bij 1, of bij min 1. Het schat eigenlijk tussen min 1 en 1. En dit is dus een sterke correlatie, en in dit geval een sterke negatieve correlatie. Dus hoe hoger de temperatuur, hoe sneller eigenlijk de fermentatietijd. En ik laat straks nog een uitgebreide matrix zien, maar ik laat hem nu even versimpeld zien. Diacetylproductie. Oh, we hebben nog een vraag van Tim. Vergist de maltitriose nog in de fles over zeg een jaar of twee? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Afhankelijk hoeveel gist natuurlijk aanwezig is, maar in theorie kan dat, ja. Kan die doorvergisten. Ja. Diacetylproductie. We hebben ook onder de verschillende condities diacetyl gemeten. En dat staat hier weergegeven in dit plaatje. Dus de hoeveelheid diacetylproductie per temperatuur. En zoals je ziet, ook al een klein beetje zoals verwacht, denk ik voor de meeste van jullie. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de hoeveelheid diacetyl die je vindt. En hoe lager de temperatuur, hoe meer diacetyl. En diacetyl, als dat vrijkomt in het bier, dan wordt dat weer terug opgenomen door de gist. Maar bij lage temperaturen is die gist veel minder actief en zal die dus ook veel minder geneigd zijn om die geproduceerde diacetyl om te zetten. En terug om te zetten en op te nemen in de cel. Kijken we onder de verschillende condities en wat we gemeten hebben, dan zien we allerlei balkjes onder de verschillende condities. En er zijn maar twee condities die eigenlijk boven de zogenaamde smaak threshold vallen. Dus de detectiegrens van smaak. Die staat in dit geval weergegeven in dit licht rode balkje. Dus alles wat daaronder zit of in zit, dat proef je eigenlijk niet. Althans, over het algemeen dan toch. Er zijn altijd superproevers. Maar de grote populatie proeft het niet. Dus er zijn eigenlijk maar twee condities waarbij diacetyl gevonden is. En dat is conditie 1 en conditie 11. Nou, conditie 1 was opnieuw bij die lage temperatuur. Dus dat is waarschijnlijk ook dit punt. En dan conditie 11 is opnieuw bij die lage temperatuur en ook nog eens lage pitching in beide gevallen. Geldt deze diacetylregel ook voor ondergist? Nou, ik kom straks, ga ik de ondergist bespreken, W34-70. Dus dat komt er straks aan. Maar over het algemeen, voor elke gist geldt eigenlijk hoe hoger de temperatuur, hoe lager de hoeveelheid diacetyl. Dus als je een diacetylrust doet op het eind van de vergisting, dan zorg je ervoor, of dan is het beste dat je misschien een graadje of zelfs 2 graden boven de fermentatietemperatuur gaat zitten op het eind, om ervoor te zorgen dat al die diacetyl wordt omgezet. Nou, dan alcoholen. Dit is eigenlijk een samenvatting van de totale. Dus dit is analytisch gemeten. Bovenste plaatje zie je hier op de x-as opnieuw de conditie, op de y-as de hoeveelheid alcoholen. Dus dat is eigenlijk het totaal van hogere alcoholen. Dus die een bijdrage kunnen leveren aan de smaak die gemeten zijn. En zoals je ziet is het voor alle condities verschillend. En een aantal springen eruit. Conditie 3. Is hoog. Conditie 8 is vrij hoog. Bijvoorbeeld als je dat vergelijkt met conditie 11. Dus als je kijkt naar conditie 11 en conditie 3, dan is in conditie 3 dat bier is ongeveer 3 keer zo fruitig als het bier dat gemaakt werd in conditie 11. Nou, voor de esters vinden we de vergelijkbare heterogeniteit eigenlijk in de data. Dus opnieuw, onder een aantal condities vind je hele hoge waarde, en het zijn ook condities waarbij je lage waarde vindt. En deze zijn deels wel gecorreleerd, maar niet 1-op-1. Dus het is niet zo dat alles recht evenredig mee naar boven en beneden beweegt. Het is wel zo dat vaak bij een wat lagere concentratie esters vind je relatief ook vaak wat lagere concentratie hogere alcoholen. Want metabolisch gezien is de gist en het corresponderende hogere alcohol, en die zijn gelinkt aan elkaar. Dus je maakt ze altijd allebei.
Dus als die concentraties fluctueren, dan zie je ze allebei. Als er één naar boven gaat, gaat de andere ook naar boven. Maar het is niet zo dat ze allebei net zoveel naar boven gaan. Dus dat maakt het lekker complex. En wat heb je nou aan al die getallen? Het is een beetje moeilijk interpreteren. Dus wat we doen eigenlijk is om meer inzicht te krijgen, is wat is nou relevant? En hier hebben we een aantal van die specifieke hogere aroma's, zou ik maar zeggen. Het is eigenlijk de verzameling van zowel esters als hogere alcoholen hebben we eruit gelicht. En die hebben we gedeeld door, dus de concentratie hebben we gedeeld door de threshold. En dat noemen ze dan flavor units. Wat er concreet op neerkomt, is dat alles boven de 1 kun je waarnemen. Alles onder de 1 is niet waar te nemen voor de gemiddelde proever. En die thresholds die kun je online vinden van wanneer kun je banaan proeven in bier. Nou, daar zit een bepaalde onderwaarde aan. En dat geldt natuurlijk voor alle aromacomponenten. Dus als we dat doen, als we die exercitie doen, dan komen we op een nieuw plaatje. Waarbij we dus starten bij 1 en dan kijken in flavor units naar de intensiteit onder de verschillende condities voor de belangrijkste gemeten componenten of de componenten die zeg maar boven die 1 vielen. Nou, zoals jullie zien is de allerbelangrijkste is isoamylacetaat. Dat is typisch banaan. En om aan te geven wat de condities doen, als je kijkt naar deze conditie, dit is conditie, even kijken in de kleur, dit is conditie 6 volgens mij, als ik het goed heb. Ik moet even opzoeken, dat is nog even handig bij al die kleurtjes. Ja, dus conditie 6 is het meest fruitige. Conditie 6 was 20 Plato, 20 graden en 50 gram per hectoliter pitching. Dus dat is het fruitigste bier wat we gemaakt hebben. En dat kun je dan bijvoorbeeld vergelijken met deze conditie. Dat is conditie 11. Dus conditie 6 is ruim 6 keer zo fruitig als conditie 11. Dus het bier wat in. En die conditie was 12 Plato, 12 graden en 25 gram per hectoliter pitch. Dus zoals je ziet, dat plaatje wat ik eerder liet zien, met de fruitige as, de neutrale as en de kruidige as, is dat om de fruitige as er ook een enorme diversiteit is als je de condities verandert. Dus afhankelijk van wat je zelf wil maken als brouwer, kun je een richting kiezen van oké, dit lijkt mij een goede richting om een bier te maken wat ik graag wil maken. Want iets wat bijvoorbeeld 6 keer zo fruitig is, dit bier kan ook te fruitig zijn. Een bier kan ook ongebalanceerd worden omdat de fruitigheid te hoog is. Dus misschien is het bier, en wat bijvoorbeeld een fruitigheid had van 4,1 flavor units, is veel meer in balans dan bijvoorbeeld dit bier. Maar dat is afhankelijk van zoveel variabelen. Je hebt natuurlijk ook je beslag en ook nog wat hop, die ook meedoen in het creëren van de smaak. Dus dat is voor iedereen individueel natuurlijk verschillend. Dus je zal altijd als brouwer zelf een beetje moeten zoeken naar de optimale condities voor het bier waar je zelf graag wil maken. Ook een belangrijke, die ik al eerder heb genoemd, is ethylacetaat. Daar zie je wat minder verschillen. In vergelijking met isoamylacetaat, tropisch 3-methylbutanol, dan zie je ook wat verschillen, maar ze zijn wat minder uitgesproken dan in geval van isoamylacetaat. Dan sensorisch, we hebben natuurlijk ook gekeken naar de smaak in het panel. Daar vonden we kortweg 3 belangrijke resultaten. Hoe hoger de dichtheid, hoe fruitiger het bier werd. Dat werd ook zo geproefd. Bij temperatuur en fruitigheid zien we een wat minder goede correlatie. Dit is eigenlijk een hele slechte correlatie. Die is 0,132. En hetzelfde geldt eigenlijk voor pitching. Dat was ook een slechtere correlatie sensorisch. En dit is dan typisch zo'n grafiekje waar je krijgt. Dus dit zijn de verschillende condities. Dit is het niveau van de fruitigheid. En dan zie je dat een beetje varieert.
voor de verschillende condities. Maar dit is een samenvatting van eigenlijk de belangrijke flavor descriptors, dus zeg maar aroma beschrijvers die over het algemeen altijd gebruikt worden. Dus fruitigheid, bloemigheid, fenolisch, dus kruidigheid, zwavelig, alcoholen, dus hogere alcoholen. Off notes, dus spullen die je niet wil proeven. Zoetheid, bitterheid, zuurheid, warmte en body. Nou, waar die sterretjes bij staan, is allemaal statistisch heel nauwkeurig. Dus daar kun je echt ook hele grondige conclusies over trekken. De p-waarde, ik zal er niet op ingaan, was een kleiner 0,001. Dus dat is heel statistisch heel verantwoord. En als je dan de verschillende condities vergelijkt, dan zie je dat er een aantal dingen uitspringen. Je ziet in ieder geval een enorm grote diversiteit. Kijk bijvoorbeeld naar fruitigheid. Je hebt condities waarbij je enorm veel fruitigheid hebt waargenomen en condities waarbij veel minder fruitigheid is waargenomen. Dit is op een as van 0 tot 8. Dus je hebt hier zo al een 4 tot 5 orde grootte verschil is er ook geproefd. Een ander die er uitspringt is bijvoorbeeld zwaveligheid. En dat is wel iets om te benoemen, want BE256 is een gist die zwavelig kan worden, ook vrij snel zwavelig kan worden, met name op het eind van de vergisting. Dus, en onder bepaalde condities komt dat prominent naar voren. En dit is bijvoorbeeld conditie 9. Als we kijken naar conditie 9, dat is 12 Plato, 20 graden en 100 gram per hectoliter pitching. Dus dat is eigenlijk overpitched. Dat is een wat overdosering van de gist. Als we kijken naar deze condities, dat is conditie 8. Dan zien we opnieuw dat bij die hogere pitching je ook meer zwaveligheid waarneemt. Dus een take-home message. Beter om niet te overdoseren bij de BE256. Omdat dat de kans op zwaveligheid in het bier veel groter is. En zwaveligheid, zoals jullie allemaal weten, is vrij hardnekkig en ook moeilijk weg te krijgen op het moment dat het bier is gemaakt. Dus beter om qua pitching rates, qua dosering wat lager te gaan zitten. Ook belangrijk misschien nog om te melden, in geval van die 256, is dat deze gist, die moet je eigenlijk op het eind van de vergisting zo snel mogelijk verwijderen uit de tank. Om het smaakprofiel wat er dan is zo goed mogelijk te behouden. Dan even concluderend de grote Pierce-correlatie tabel. Waarbij hier dus alle variabelen zijn, dus alle dingen die we hebben gemeten. En dat begint met condities, sensoriek en dan hieronder staan de vluchtige componenten. En dan de correlatiegetallen onder de verschillende condities. We hebben bijvoorbeeld, als we kijken naar temperatuur en diacetyl, dan zien we een sterke negatieve correlatie. Dus een hogere temperatuur betekent een lagere hoeveelheid diacetyl. Kijken we naar de dichtheid bijvoorbeeld, dan zien we tussen Plato en ik noem maar wat ethylacetaat, zien we een hoog getal hier. Dus dat betekent dat er bij een hogere Plato kun je ook een hogere hoeveelheid ethylacetaat verwachten. Dus dit is eigenlijk een samenvatting van datgene wat ik in de voorgaande sheets heb laten zien. Als je kijkt naar sensoriek, bijvoorbeeld kijk naar fruitigheid en dichtheid. Dus hoe hoger de startdichtheid, hoe hoger de fruitigheid in het finale bier. En dit is handig als je zelf denkt van ik wil een beetje sturen. Dan kun je op basis hiervan kun je een beetje kiezen. Chris vraagt of deze correlatietabellen gepubliceerd zijn. Volgens mij wel. Volgens mij is dit werk gepubliceerd. Ik weet even niet in welk journal. Zou ik moeten opzoeken. Maar goed, je kan hem altijd terugkijken, deze tabel. Samengevat voor de BE256. Als de dichtheid naar boven gaat, dus de startdichtheid, gaan de hogere alcoholen, de concentratie van hogere alcoholen gaat ook naar boven. En dat gaat dus samen met de perceptie van warmte. Hogere alcoholen die veroorzaken de warmte in bier. Esters gaan naar boven, dus
dat gaat samen met de fruitige perceptie, dus wat je zelf ervaart, zeg maar. En zoals we hebben gezien, gaat de hoeveelheid restsuiker ook naar boven. En de zwaveligheid gaat naar beneden. Dus dit is eigenlijk de belangrijkste invloed en daarom is deze pijl ook het hoogst. Dan temperatuur. Bij hogere temperatuur gaat de fermentatietijd naar beneden, gaan ook diacetylniveaus naar beneden. En specifieke alcoholen en esters, die concentratie gaat naar boven. Dat is ook wel iets waar je normaal zou verwachten. Dan dosering, dus de pitching rate. Het is iets minder prominent, iets minder duidelijk. Wat we zagen is dat de werkelijke vergistingsgraad gaat iets naar boven bij hogere pitching rate. Ik denk even terug aan een aantal slides back, waarbij de maltotriose hoeveelheid naar beneden ging als de dosering naar boven ging. Maar goed, dat had ook wat invloed, zagen we later, op zwaveligheid. Die ging ook naar boven. Dus je moet een beetje aftasten van, wil ik dat wel? Ik zou eerder kiezen voor een lagere gistdosering om te voorkomen dat er heel veel zwaveligheid ontstaat. Wat we ook zagen is dat bij hogere pitching de bloemigheid of de perceptie van bloemigheid ook iets naar beneden ging. Dus de vraag is, nu hebben we gezien wat er gebeurt met een bovengist. En bovengisten zijn altijd enorme fruitbommen. Of althans de meeste dan toch, zeker als je de condities wijzigt. Dat heb ik hier laten zien. En de vraag is, wat gebeurt er nu als we dat doen met een lager gist? Lagers, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Ik denk dat iedereen weet wat een lager gist, een lager bier is. En je hebt natuurlijk verschillende soorten. Dus niet alleen pils, je hebt ook specifieke, wat er nu al veel in de supermarkt staat, zijn de bokbieren. En die worden ook gemaakt met lage gist. En je hebt dan allerlei variaties. Ik zal er niet op ingaan, want dat weten jullie allemaal. Zoals jullie hebben kunnen zien, staat de lage gist, in dit geval ga ik specifiek focussen op W3470. Dat is de Weinstefan gist, de Duitse gist. En dat is de meest gebruikte lage gist eigenlijk wereldwijd. En die staat op de neutrale as. Dus als je die kweekt onder deze condities, of fermenteert onder deze condities, dan blijft het bier relatief neutraal. Dus de vraag die wij hadden in het geval van deze gist is, kunnen we dat neutrale profiel eigenlijk beïnvloeden door opnieuw deze condities te wijzigen? Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb meteen maar de condities hier in dit tabelletje gezet. Dus eerste conditie 16 plato, 12 graden, 50 gram per hectoliter pitch. Tweede conditie 20 plato, 16 graden, 100 gram per hectoliter pitch, et cetera. Opnieuw gedaan op 50 liter schaal. Dus een mooie schaal, ook om al richting grote schaal een conclusie te kunnen trekken. En we hebben opnieuw gekeken naar fermentatie, kinetiek, vluchtige componenten, dus analytisch en sensorische analyse. En laat ik eerst even ingaan op fermentatie. Dit is al een wat diverser resultaat. Je hebt hele snelle fermentaties, dus waren die al klaar waren op na 4 dagen. En je hebt wat langzamere fermentaties, 19 dagen. En kortweg was de conclusie, een lange fermentatie komt overeen met een lage pitching rate en een lage fermentatietemperatuur. Ook iets wat jullie denk ik wel verwachten. Als je zelf pils brouwt, dan doen de meesten dat nog steeds op lage temperatuur. En dus bij 12, 14, 16 graden. Dus die fermentaties duren traditioneel langer dan de bovengistingsfermentaties. En voor de rest is hier niet zo heel veel te zien. Als we kijken naar wat correlaties die gevonden zijn tussen bijvoorbeeld dichtheid en tijd, en fermentatietijd, dan zien we eigenlijk een niet hele sterke correlatie. Dus bij hogere dichtheden is er een soort trend dat het iets langer duurt, maar dat is niet altijd het geval. Dus het is een wat mildere correlatie. Temperatuur versus tijd, daar zien we wel een sterkere correlatie. Dus hoe hoger de temperatuur, hoe korter eigenlijk de fermentatietemperatuur.
En dat staat weer in deze matrix. Kijken we naar alcoholen. Er werd net al een vraag over gesteld. Die staan hier weergegeven. En om het gelijk maar om te zetten in flavor units, dus in iets wat waar te nemen is, kijk ik eerst naar het tabelletje onderin, deze grafiek. Dus op de X als opnieuw de condities. En hier de flavor units, dus eigenlijk zijn de condities boven de 1, zijn de enige waar dan perceptie van de smaak mogelijk is. Dit is nog steeds analytisch, maar het geeft al wel aan van oké, in conditie 2 en conditie 3 is er in ieder geval meer isoamiel alcohol gevonden. Dus je kijkt naar de as tussen de 1 en 1,5 zitten deze waren. Dus de verschillen zijn enorm klein. Er is bijna geen verschil gevonden, analytisch gezien dan toch, in de verschillende belangrijke alcoholen die we hebben gemeten. En dat zegt eigenlijk iets over, nu al iets over die gist, want ja, wat je ook doet, welke conditie je ook toepast, dat lijkt in ieder geval op het gebied van hogere alcoholen weinig te veranderen. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan, dus wat ik net heb uitgelegd, staat hier nog eens weer gegeven. Met het balkje van welke condities je iets zou kunnen waarnemen. Nou, bijvoorbeeld conditie 3 was gedaan bij 20 plato, 16 graden en een vrij hoge pitch, 200 gram per hectoliter. Conditie 2, 20 graden, 16, 20 plato, 16 graden en 100 gram, dus allebei wat hogere pitching. Nou, conditie 13 bijvoorbeeld. 20 graden, 20 plato, 16 graden en een lage pitching, 25. Dus je kan er eigenlijk niet veel van zeggen. En de verschillen zijn ook heel klein tussen alle verschillende condities. Als we er een aantal uithalen, bijvoorbeeld die isoamiel alcohol die ik net al heb genoemd, dan zien we dat er een sterke correlatie is tussen de dichtheid, dus de startdichtheid van de wort en de hoeveelheid isoamiel alcohol die is geproduceerd. 0,8 was die correlatie. Hetzelfde geldt voor pitching rate en isoamiel alcohol. Daar zie je ook een correlatie, is iets minder sterk, maar goed, hij is er wel. Maar als je kijkt naar de as, dus dit gaat tussen de 0,2 en 1,6 en we starten ongeveer bij 0,8. Dus dit is een heel klein verschil. Dus eigenlijk, zoals ik al zei, zie je niet zo heel veel en proef je niet zo heel veel verschil, waarschijnlijk. Esters, hetzelfde verhaal. Dus je ziet onder de verschillende condities, als je kijkt naar de bovenste, zie je verschillende concentraties. Bijvoorbeeld bij conditie 3 wordt relatief veel ethylacetaat gemaakt, 16 ppm. In conditie 7 maken we 18 ppm ethylacetaat. Isoamylacetaat zit daar weer onder. Nou, als we van elke individueel component die concentratie delen door de threshold, dan krijgen we opnieuw flavor units. Dus eigenlijk normaliseren we de data. En dan is opnieuw 1, is eigenlijk alles boven de 1 is datgene wat relevant is. Want dat is hetgene waar je kunt waarnemen, waar je kunt proeven. En dan zie je opnieuw dat er maar een aantal condities zijn waarbij je iets kan waarnemen. En dan in het bijzonder conditie 13, dan zie je wat isoamylacetaat en dan zie je wat ethylhexadoaat boven threshold, maar opnieuw veel is het allemaal niet. En je ziet eigenlijk dat er, je ziet wel wat gebeuren, maar of het allemaal significant is, is maar de vraag. We kunnen het analytisch meten, maar of het ook sensorisch waar te nemen is, dat gaan we zien. Nou, even een fotootje van hoe dat dan gaat, die sensorische analyse. We hebben daar faciliteiten voor, dus iedereen zit in een apart hokje. Een beetje afhankelijk van het type experiment wat je doet. En die beoordeelt alle bieren individueel. En die doen dan een score. En vaak is die score tussen de 0 en de 8, of tussen niks en hoog. En die vullen dat in. Nou, ik vind dit heel fruitig, ik vind dit vrij neutraal, et cetera. Nou, als je dan kijkt naar wat daaruit komt,
opnieuw voor de verschillende condities, en dan in dit geval fruitigheid, bloemigheid, zwaveligheid, dan zie je eigenlijk een vrij rechte lijn. Er zit weinig verschil in als je kijkt naar deze drie typische karakteristieke flavor descriptors, dan zie je weinig beweging eigenlijk. En dat komt dus eigenlijk overeen met wat we hebben gezien ook analytisch. Dus analytisch zagen we al weinig verschil en ook sensorisch. En dat is hier samengevat in deze spiderplot. Dat is eigenlijk dezelfde plot als die ik net liet zien met het BE256. Maar hier zie je dat eigenlijk alles tussen de, laten we zeggen, 1,8 en de 4 valt in schaal. Dus er is heel weinig verschil tussen de verschillende condities. Af en toe zie je eens ietsje eruit springen, maar ja, het verschil dan met de andere conditie is zo klein dat eigenlijk de verschillen niet heel zijn tussen de verschillende condities. Dus eigenlijk smaken alle bieren nagenoeg hetzelfde. Daar komt het op neer. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent eigenlijk dat het niet uitmaakt wat voor conditie je toepast bij deze gist. En je zal altijd een relatief en zat er onder bepaalde condities, en hier zie je er een, die off notes, die zijn gevonden bij lagere temperatuur en bij lage pitching rate. Dus in dit geval bij 12 graden en 25 gram per hectoliter pitch. Dus bij een normale ondergist, die doseer je in ieder geval boven de 80 gram per hectoliter. Wij adviseren altijd rond de 100 gram per hectoliter. Vanzelfsprekend kun je daarvan afwijken, dat zie je hier ook. Maar als je echt onderpitcht, dan heb je dus meer kans bijvoorbeeld op diacetyl in het bier. Dus de gist heeft al wat meer moeite om het diacetyl op te ruimen. Dat is dan een combinatie van de pitch en de lage temperatuur. Bij lage temperatuur gaan de reacties allemaal langzamer. De gist is minder actief. Ook de ondergist. En dan zie je dus dat het moeilijker is om bepaalde off-flavors op te ruimen. En we vinden eigenlijk hetzelfde bij conditie 1. Dat is het groene lijntje hier. Wat minder hoge diacetylpiek. Want we hebben hier iets meer gepitcht. Maar opnieuw zie je wel dat dus het pitchen, de invloed van de pitch kun je hier heel mooi zien. Iets meer gepitcht, twee keer zoveel. En die piek is ongeveer twee keer zo laag van diacetyl. Maar het is niet, je kan nog steeds condities hebben. Kijk hier, waarbij een wat lagere pitch wel een goed resultaat oplevert. Dus opnieuw, dat zou je een klein beetje zelf moeten onderzoeken. In conclusie, dus ik laat even de finale matrix zien voor de W3470. En opnieuw hier de variabelen, condities, gemeten aromacomponenten en dit is de sensoriek. En dan zie je bijvoorbeeld dat als we kijken naar de dichtheid, bij hogere dichtheid vinden we meer zoete beleving. En meer warmte, ook wel op zich wel te verwachten. Als we kijken bijvoorbeeld naar temperatuur, iets meer zuurigheid bij wat hogere temperatuur. We vinden dat de fermentatietijd veel korter is bij hoge temperatuur, et cetera. Dus in conclusie, bij hoge temperatuur gaat de fermentatietijd naar beneden. En dus de aroma, dus de sensoriek, blijft neutraal. Bij een hogere dichtheid gaat de fermentatietijd iets naar boven, wat ook wel logisch is. De concentratie van hogere vluchtige componenten, dus hogere alcohol en ester, gaat ook naar boven. Maar dat heeft geen significante invloed op de smaak. Wat dus betekent, als je pils wil maken, dan hoef je dus echt niet bij die lage temperatuur te blijven. Je kan gerust pils brouwen bij 20 graden in een derde van de tijd. En net zo'n mooie neutrale pils produceren als dat je zou doen bij de normale lage temperatuur. Ik kom zo terug op de vragen die openstaan, want ik ben bijna op het eind. Dus conclusies, finaal. W3470 is relatief neutraal. Het is heel robuust over heel veel verschillende condities.
En je kan dus snel fermenteren bij hoge temperaturen zonder dat je de smaak beïnvloedt. Dus als jij in je brouwerij aan de maximale capaciteit zit bijvoorbeeld, qua volumeproductie, nou, dan kan je ervoor kiezen om de pils te maken bij wat hoge temperatuur. Je bent al veel sneller klaar en de tank is al sneller leeg. Dus je kan zo je productiviteit vrij eenvoudig opvoeren. Als laatste wil ik de Fermenters app even nog eens laten zien. En in dit geval zal ik een klein beetje meer laten zien, want bijvoorbeeld die resultaten van de W34, die staan erin. Dus als je de app, degene die die app heeft gedownload, dan zie je dit als welkomscherm. Dan kun je klikken op bijvoorbeeld Fermentation Tools en dan kom je in het volgende menu. Kun je Make Your Choice klikken en dan zie je dit plaatje wat ik vandaag een paar keer heb laten zien. En als je dan klikt op W3470, dus in dit plaatje, klik je op W3470. En dan krijg je opnieuw een minuutje en dan kun je kiezen waar je wil zien. Het profiel, gistprofiel, je kan het vergelijken met andere gisten. En een aantal van deze resultaten staan dus in de app. Dus je kan bijvoorbeeld kiezen voor het Sensory Fermentation Profile. Dan zie je de verschillende condities. Ze hebben ze er niet allemaal in gezet. De sensoriek en de kinetiek van in geval van onze experimenten. Dus dit kan in ieder geval een richtlijn zijn en wil je gaan experimenteren om in ieder geval een keuze te maken van ik wil graag eens proberen bij hoge temperatuur wat je ongeveer qua fermentatiekinetiek kunt verwachten. Voor BE256 zit die data er nog niet in, waarschijnlijk omdat het veel complexer is, zoals jullie hebben gezien. Maar op termijn is het wel de bedoeling dat we van alle gisten dit soort informatie gaan delen. Dus er is eigenlijk een continu onderzoek de profielen onder de verschillende condities van BE134, dus de saisongist. Maar die data moet allemaal nog verwerkt worden en die zal dan opnieuw beschikbaar komen. En dan nog even volgende week vernoemen. Volgende week, dus dat is woensdag de 4e, ga ik praten over hop-gist-interactie, deel 1 eigenlijk. En dan ga ik focussen op hoe wij als fermenters selecteren voor een bepaalde bierstijl. En ik zal in dit geval kiezen voor New England IPA. Dus hoe komen we eigenlijk aan een bepaald advies? Dat ga ik in deze presentatie laten zien. Erg interessant. En in latere presentaties kom ik daar ook nog een klein beetje op terug. En hiermee ben ik op het einde ik ben ietsje over tijd. Excuses. Het is altijd wat langer. Dit is altijd een wat langer verhaal omdat er zoveel informatie in zit. En soms vertel ik dan eigenlijk meer dan de bedoeling. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal overgaan op het beantwoorden van de vragen. Beginnen bij Martin, denk ik. Ja. Dus Martin vraagt, zijn deze profielen ook beschikbaar voor andere gistsoorten? Ja, in ieder geval voor 134 is het al beschikbaar. Ik heb er nog geen presentatie van in elkaar gestopt, maar die data is er wel. En ja, er wordt continu gewerkt, dus ook in de loop der tijd zullen ook de andere gisten beschikbaar komen. John vraagt, mag ik dus de conclusie trekken dat men bij ondergisten ook op 20 graden kan vergisten zonder invloed? Ja, in ieder geval bij 3470, dat wil ik wel even benoemen. Want zoals jullie in een latere studie zullen zien, bijvoorbeeld in de presentaties die ik zal geven over gist-hop-interacties deel 2, en daar laat ik bijvoorbeeld zien dat ook ondergisten echt wel zich anders kunnen gedragen dan dat je zou verwachten. Dus niet alle ondergisten zijn heel neutraal. Maar de W3470 is in ieder geval neutraal. Dan Karel. Kan er gesteld worden dat verschillende bovengisten er geen verandering is, zoals bij de BE256? Dus dat er juist veel variatie is bij andere condities? En ik verwacht dat voor heel veel verschillen voor alle bovengisten en dat je niet één op één conclusies kunt trekken.
Dus dit waren, wat ik nu heb laten zien, was voor BE-256. Maar ik ben ervan overtuigd dat de S33, die ook heel fruitig is, vanzelfsprekend ook een heel ander profiel zal geven. Dan Chris vraagt, ik ben nog wel benieuwd hoe jullie kijken naar wisselende temperaturen bij deze ondergist. Dus wat gebeurt er volgens jullie als je tussen de 12 en 20 graden zit met een goede pitch? Maakt dat uit voor het eindresultaat? Nou ja, op basis van de data die ik heb laten zien, kan ik dus zeggen nee, dat maakt niet uit voor het eindresultaat. Het voordeel van een wat hogere temperatuur is dat je geen of veel minder problemen hebt met offlevers. Geen opbouw van diacetyl. Dus dat is een beetje in het voordeel van de wat hogere temperatuur. Maar ik snap ook dat historisch gezien heel veel mensen ondergist. Fermenteert. En als je daar niet wil van afwijken, is dat prima. Je mag dat lekker zelf weten. Jullie zijn de brouwers en jullie zijn de baas wat betreft de bieren die jullie maken. Maar wat wij hebben gevonden, in ieder geval voor de W3470, is dat het niet uitmaakt of je nou bij wat lagere of bij wat hogere temperatuur gaat zitten. En inmiddels is ook op basis van dit werk zijn er verschillende, ook grote kraftbrouwerijen overgeschakeld op het maken van pils bij hoge temperatuur, simpelweg om de productiviteit te kunnen verhogen. Dan Peter vraagt, is dat op grote schaal ook waar? Ja, dat is op grote schaal ook waar. En zoals ik al zei, er zijn al diverse brouwerijen die op grote schaal bij hogere temperatuur werken. Ik weet niet exact wat de condities zijn, althans, dat weet ik wel, maar die kan ik niet delen. Voor elke brouwerij is het zo dat er toch altijd een soort voorstudie aan vooraf gaat. En de meeste hebben wel 2 of 3 fermentaties nodig om alles goed fine te tunen, totdat ze tevreden zijn. Maar het verkorten van de tijd heeft gewoon voor heel veel brouwerijen heel veel voordeel. Je bent sneller klaar en je hebt de tank sneller leeg, dus je kan snel ook een nieuw bier maken. Edmond vraagt, mag het bier na de hoofdgisting nog wat op gist blijven of moet die zo vlug mogelijk worden afgelaten? In geval van de ondergist maakt dat niet zo heel veel uit. Die kan er best een tijdje op blijven zitten. In geval van bovengist is het echt afhankelijk van het soort gist. In geval van de 256 hebben wij gemerkt en krijgen we ook een beetje terug van de markt, is dat als je hem te lang en met name bij wat hogere temperatuur in de tank laat zitten, dus de gist, dan kan er zwaveligheid ontstaan en die is dus moeilijk weg te krijgen. Dus in het geval van de B256 adviseren we om die gist zo snel mogelijk eruit te halen. Dus als je 2 dagen constante dichtheid hebt gemeten en je doet een cold crash om ervoor te zorgen dat de gist allemaal lekker uitzakt, dan moet die zo snel mogelijk geoogst worden eigenlijk en verwijderd worden uit het bier. Gist draagt wel bij aan de schuimkracht, maar niet zoveel als je beslag en de hop. Gist, in de fermentatie gaan we natuurlijk ook gistcellen dood. Als een gistcel dood gaat en hij breekt open, dan komen er natuurlijk eiwitten vrij. En die eiwitten die kunnen bijdragen aan de stabiliteit van je schuim. Maar zoals gezegd is je beslag en de hop speelt een voornamere rol. In ieder geval in de houdbaarheid van het schuim. Dan JW vraagt, is BE-256 een diastaticus? Nee, BE-256 is geen diastaticus. We hebben maar een aantal diastaticus gisten. De BE-134 is een diastaticus en de WB-06 is een diastaticus gist. Dan Mark vraagt, dacht dat diacetylrust juist bij 16 graden moest gebeuren. Dat denken heel veel brouwers. Er zijn ook brouwers die denken dat diacetylrust bij lage temperatuur moet gebeuren, maar dat is absoluut niet waar. Je moet de diacetylrust bij wat hogere temperatuur doen,
omdat dan de reactiesnelheid hoger is. Vanzelfsprekend werken ook al die reacties bij lage temperatuur. Het duurt alleen veel langer. En als je iets langer laat duren, dan heb je dus ook kans dat er andere dingen gebeuren. Soms is dat positief voor je bier. Maar soms kan het ook negatief zijn. Wij adviseren, en het is trouwens ook algemeen, zeg maar, ook in brouwersopleidingen adviseren ze altijd een hogere temperatuur voor de diacetylverwijdering. Moet ik er wel bij zeggen, als je je fermentatie al gedaan hebt bij 20 graden, is de kans dat je diacetyl vindt op het eind is al redelijk beperkt. Want je hebt al bij een hoge temperatuur, of bij 22 graden, bij 24 graden, je hebt al bij een hogere temperatuur gefermenteerd. Dus ja, de kans op diacetyl is dan sowieso al veel kleiner. Maar als je wat lagere temperatuur zit, dus bij 16, 18 graden, en dan zou ik zeker een dagje op 20 graden gaan zitten, in dit geval, om de diacetyl te verwijderen. Als je hem waarneemt, dus het is heel belangrijk, op het moment dat het bier klaar is, of je fermentatie is klaar, neem een sample en proef gewoon wat je hebt gemaakt. Ook zonder CO2 kun je heel goed proeven of het profiel van het bier, of dat mooi gaat worden. Want wat de CO2 gaat toevoegen is natuurlijk de hele aromabeleving in de neus. Maar de beleving in de mond wordt grotendeels al bepaald door degene waar je proeft rechtstreeks uit de fermentatietank. Dus dat zou ik sowieso adviseren om dat altijd te doen. Als je dan iets waarneemt van een off-flavor, dan is er altijd nog wat aan te doen. Op het moment dat je niet proeft, je filtert de gisten eruit en je gaat bottelen. Ja, dan, als er dan off-flavors zijn, dan kun je er ook niks meer aan doen. Dan is er nog weinig mogelijk, behalve dan dat er allerlei toevoegingen zijn die je kunt doen. Maar zolang alles nog in de tank zit samen, dan is er altijd nog wel wat te sturen. Nog meer vragen? Nou, dan hoop ik dat jullie ook af en toe het formulier eens invullen met tips en suggesties en commentaar. Wat mij weer verder helpt in het maken van nieuwe webinars. Want zoals gezegd, ook vorige keer, kunnen jullie ook zelf aangeven van, goh, vertel eens wat meer over dit of dat. Dan ga ik dat uitzoeken en kan ik daar een presentatie van maken. Dus dan denk ik dat we er zijn. Willem, jij nog toevoegingen? Het is mij redelijk duidelijk geworden allemaal. Hartstikke goed. Ja, dankjewel, man. Veel aantekeningen gemaakt, hoop ik. Goed zo. Nou. En de app werkt. Ik heb hem net even gedownload. Prima. Ah, goed zo. Goed zo. Ja. Nou, dan wens ik iedereen nog een mooie dag. En ik hoop jullie volgende week weer te zien om te praten over New England IPA.